Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag gaan we het hebben over een boek, of ja, eigenlijk het boek, de Bijbel namelijk. En daarover is een boek geschreven door de hoogleraar evolutieantropologie, Karel van Schaik uit Zwitserland, die vandaag de gast is via videoverbinding. Zijn boek over de Bijbel heet Het Oerboek van de Mens en dat schreef hij samen met Kai Michel. Ik heb het boek gelezen en ben behoorlijk van onder de indruk, omdat hij kijkt vanuit een, je zou kunnen zeggen, niet-theologische of niet-spirituele manier naar de Bijbel. Een evolutionaire manier. En anders dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht, geeft dat behoorlijk wat inzicht over hoe die Bijbel tot stand is gekomen. Zijn centrale idee is eigenlijk dat de Bijbel ons iets vertelt als een kroniek, als een soort dagboek over de landbouwrevolutie. Die lange tijd geleden plaatsvond, als ik het goed heb, maar dat gaan we nu aan Karel vragen, zo'n 10.000 jaar geleden, hoewel die Bijbel natuurlijk van recentere datum is. Karel van Schaik. Welkom. Hallo. Heb ik het kernidee van het boek al goed uitgelegd? Ja, in zekere zin wel. Men gelooft altijd dat de Bijbel het eeuwige woord over eeuwige waarheden is. Maar het was dus inderdaad, dat idee van het dagboek treft het heel goed. Het was een poging van mensen om, zeg maar, een rijm te maken en oplossingen te vinden voor een heel stel nieuwe problemen. Catastrofes links en rechts, die daarvoor eigenlijk niet waren. En er waren dus geen kant-en-klare oplossingen voor. En dus heeft men geprobeerd, zeker in die 5 boeken van Mozes, hè, een hele rij van oplossingen te formuleren. Alles gebaseerd op het idee van die ene God die alles bepaalt. Ja, je interpreteert in het boek dus de Bijbel en de verschillende boeken. Het begint al met Adam en Eva en Kain en Abel, onder andere Mozes, de Psalmen, Jezus. En ze krijgen allemaal van jullie twee de nodige aandacht. Wel ook een beetje op een reductionistische manier, hè? Want je zet die verhalen echt in de sleutel van de evolutieleer. Maar het levert toch ook wel veel op. Misschien eerst methodologisch, voordat we, ik stel voor, 2 of 3 van die hoofdstukjes behandelen. Hè? Bijvoorbeeld die van Adam en Eva, hoe jij dat dan leest. Ja. Eerst misschien even methodologisch. Jij zegt eigenlijk van, jij hanteert een bepaald mensbeeld in het boek. Hè? Je zegt de mens is eigenlijk een gelaagd wezen. Er zijn eigenlijk 3 naturen. Kun je dat eens toelichten? Ja, kijk, de landbouwrevolutie, je zei ja, dat is lang geleden, maar dat is in de geschiedenis van de mensheid gisteren. Zelfs 10.000 jaar, ik bedoel, dat is al heel optimistisch, het is eigenlijk meer 6.000, 7.000 voor de meesten. En als je zegt, wanneer zijn mensen ontstaan, als je teruggaat naar de oorsprong van ons geslacht, homo, dan zitten we al op ruim 2 miljoen jaar. En we zijn dus geleidelijk aan natuurlijk steeds een beetje beter geworden in onze eigen niche. En dat is dat jagen en verzamelen. Dat hebben wij zelf nieuw ontdekt. Dat bestond helemaal niet. Want dat doen normaal grote katten en zo. Maar wij zijn als apen opeens jagen en verzamelaars geworden. En dat heeft, zoals bij alle dieren, tot een bepaalde psychologie geleid. Die hoort bij die vorm van leven. En die psychologie, die heeft ons heel goed gediend en die hebben we nog steeds een beetje als aangeboren preferenties en gedragspredisposities. Maar we leven nu in een totaal andere wereld. En dat is dus, die eerste natuur zijn die aangeboren predisposities en preferenties. Maar we weten ook dat wij ontzettend plastische wezens zijn. Onze hersenen, hè, 85% neocortex. Allemaal leren plasticiteit. Dus we hebben ons heel goed aan kunnen passen aan die nieuwe omstandigheden. Maar perfect is het natuurlijk niet. Dus dan krijgen we al die culturele uitvindingen. Dat noemen we dan derde natuur. Bijvoorbeeld alle technologische dingen, alle nieuwe vormen van leven die we hebben ontwikkeld. Het sedentair worden, in vaste plaatsen wonen, enzovoort, enzovoort. En een deel daarvan, en dat is een beetje dat beeld, omdat we hebben het beeld van de tweede natuur. Hè? Een deel van die van die uitvindingen, die worden dan zo, voelen dan zo natuurlijk aan, dat we ze noemen tweede natuur.
En als je daar vroeg mee begint, dan weet je niet eens meer het verschil tussen de eerste en de tweede natuur. Dan voelt het allebei relatief goed aan. En dat is ons beeld van de drie naturen. De aangeboren, datgene wat niet aangeboren is, maar aangeleerd, maar eigenlijk heel goed past bij ons en heel goed aanvoelt. En die dingen die we aannemen omdat we die geleerd hebben, maar ja, dat doen we alleen maar omdat we moeten bijvoorbeeld, of omdat het handig is. Dat is die derde natuur die dus de eerste kan natuur terugzakken tot tweede. Mag ik het eens proberen samen te vatten? Ja, tuurlijk. De eerste natuur is dus onze instinctieve natuur, onze gerichtheid bijvoorbeeld op zorg van kinderen. De tweede is dan, die ligt daar heel erg bij in de buurt, maar dat is eigenlijk het leven van de jagers en verzamelaars en de moraal die daarbij komt kijken. En de tweede is al de landbouwrevolutie. Ja, je hebt ook wel dingen bij de jager-verzamelaars die tweede natuur zijn, want niet alle groepen hebben bijvoorbeeld dezelfde beelden over welke berg dan bijvoorbeeld belangrijk is en godheden heeft veroorzaakt en zo. Maar eigenlijk is dus, zeg maar, die machinerie is door de landbouwrevolutie enorm aangedreven. En dus tweede en derde natuur zijn door de landbouwrevolutie enorm veel belangrijker geworden dan ervoor. Dus de mens heeft drie naturen. En als je ze nou eens heel kort nog eens een keer moest benoemen. De eerste aanleg is duidelijk. Maar die andere twee, wat is dat dan? Tweede natuur zijn die aangeleerde gedragingen die heel gewoon en prettig aanvoelen, alsof ze eigenlijk tot de eerste natuur horen. En de rest van al die aangeboren of aangeleerde gedragingen en voorstellingen is derde natuur. Oké, dus dat zijn echt de bedachte dingen. Ja, ja. De rationele aspecten van ons leven. Oké, ik denk dat het wel, als je daar meer over wil lezen, staat er genoeg over in het boek. Het is een beetje je antropologie zelf, hè? Jullie eigen antropologie, waar jullie vanuit denken. Laten we nu die Bijbels opslaan, meteen maar beginnen bij Adam en Eva. Hoe lezen jullie dit verhaal vanuit deze lens? Nou, de hele reden dat we dit boek zijn gaan schrijven, is dat als je Genesis leest met een niet-theologische bril, is dat het eerste zo'n beetje wat er gebeurt, is dat Adam en Eva uit het paradijs worden gesmeten en als straf boeren moeten worden. En dan denk ik als antropoloog, hey, wacht eens even, dat hebben we toch al eens eerder, dat weten we toch van iets anders ook. Dat is echt gebeurd. En dat is natuurlijk allemaal geromantiseerd, als het paradijs nou het jager-verzamelen was, dan heb je eigenlijk het verhaal van de grote landbouwrevolutie in drie pagina's Bijbel al samengevat. Wat prachtig is, in het paradijs lopen ze bijvoorbeeld naakt rond. En jager-verzamelaars die hebben ook nooit zo'n als het klimaat het toelaat, gaan ze zich ook niet overal bedekken en met kuisheidsregels en zo. Past allemaal prima. En ook de straf die ze krijgen, die hele rij van straf, hè, in het zweet, uw is aangezicht enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die goed vastgelegd zijn, zowel archeologisch als ook nu nog als meer nomadische jager-verzamelaars zich gaan vestigen. Dan zie je inderdaad, ze gaan meer kinderen krijgen. Na verloop van tijd krijgen ze problemen met geboortes. Hè, dus bij het baren gaan veel kinderen en ook moeders dood. Ze moeten veel harder werken. Ze krijgen allerlei gezondheidsproblemen. En dat is allemaal wat daar in de eerste paar pagina's van Genesis wordt genoemd. Dus in feite wordt in het begin van Genesis de landbouwrevolutie verteld, maar in de vorm van, we waren geschapen en alles was goed. Toen deden we iets fout en als straf moesten we boeren worden. En zo moet het waarschijnlijk zich hebben aangevoeld voor de mensen toen. En de rest is dan proberen om te kijken van hoe lossen we nou al die nieuwe problemen op. Want dat jager- en verzamelaarleven, dat was dus ook, dat zie jij ook als een meer paradijselijke vorm van leven. Dus toen ging het baren nog makkelijker, toen waren de gezagsverhoudingen helder, waren er minder zorgen. Ja. Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje geromantiseerd, want dat doe je als het heel slecht geworden is natuurlijk. Maar over het algemeen is het zo dat jager-verzamelaars objectief gezien veel minder van die problemen hebben dan boeren. En zeker
archeologisch gezien in de eerste paar duizend jaar, want daar moet je het mee vergelijken. Hè. En de mensen toen, die konden natuurlijk, die hadden al te maken ook met jagerverzamelaars. Want bijvoorbeeld toen de eerste boeken van de Bijbel zo ongeveer geschreven werden, zeg maar rond 1000 voor Christus of ietsjes later, was de helft van de wereldbevolking nog jagerverzamelaar. Dus ze hadden waarschijnlijk wel contact met ze en ze hadden zeker verhalen over ze enzovoort. Ja. Nou heb je ook wat interessante passages geschreven over de rol van eigendom na dat paradijs. Kun je dat nog eens toelichten? Want dat ontstaat met die landbouwrevolutie. Ja, duizenden jaren later. Hè? Want in het begin is alles nog steeds gemeenschapsbezit. Ja. Want dat is weer die eerste natuur. Het afscheid nemen van de gelijkheid en dat iedereen zomaar alles mag plukken. Hè? De appel in het paradijs verhaal. Het afscheid nemen van dat ethos is heel moeilijk gebleken. Hmm. En ook dat zien we ook nog weer antropologisch, dus etnografisch vergelijkend. En archeologisch. En op het moment dat dan dingen echt privébezit wordt, het land en ook het vee, dan zijn we alweer een aantal duizend jaren verder natuurlijk. Op dat moment begint de ongelijkheid enorm toe te slaan. En omdat je dan ook grote voorraden hebt en vee en zo, wordt er natuurlijk ook veel meer worden overvallen gepleegd en begint de gewelddadigheid. Dus we krijgen ongelijkheid en gewelddadigheid. Daarvoor hadden we al steeds meer epidemieën en zo gekregen, allerlei ziektes. Dus, maar met het privébezit zou je kunnen zeggen, is eigenlijk het is het begin van het kapitalisme en het begin van armoede en rijkdom. Ja. Wat ik een vrij stuk in je boek vond, was een verwijzing naar het werk van Jonathan Haidt. Die heeft een boek geschreven, onlangs in het Nederlands vertaald, pas 10 jaar later, maar een briljant boek, kan het iedereen aanraden. Ja. Ik moet naar de camera kijken. Het rechtvaardigheidsgevoel. En daarin zegt hij, er zijn een aantal kernmorele ervaringsdimensies van de mens. Een tweede van zijn bijvoorbeeld, je moet pijn voorkomen, mensen met pijn helpen. En een andere is, mensen willen graag gelijk leven. Weer een andere is, mensen willen zijn uit op vrijheid. En jullie zeggen eigenlijk in je boek, dat vond ik wel heel interessant. Jullie zeggen ook, ja, het idee van dat eigendom van jou is. En als je eigendom ontvreemdt van iemand, dat immoreel zou zijn. Dat is ook helemaal niet een ervaring die de mens heeft. Kortom, als je iets steelt in een bepaalde situatie, voelt dat niet per se als immoreel. En jullie zeggen dan, ja, dat klopt, want in die oerervaring, zoals Haidt dat beschrijft, maar zoals dat eigenlijk ook hoort bij de jagers- en verzamelaarsnatuur, ja, daar hoort ook persoonlijk eigendom niet zo. En dus is stelen ook niet zo'n probleem. Precies. En dat is dus in feite, hè, nu is tweede natuur van je mag niet stelen. Daarom is het ook een gebod, want het komt niet vanzelf. Daarom moeten we het ook kinderen leren, want kinderen die snappen ook niet in het begin wat stelen is. Dat moeten ze ook geleidelijk aan leren. En zo zie je dus, dit is een mooi voorbeeld van iets wat eerste natuur via de derde natuur snel naar tweede natuur geworden is. Want ik ga heus niet dingen van mensen afpakken en ook loslopende, zeg maar losliggende dingen even oppakken en in mijn zak stoppen en weglopen. Dat doen we allemaal niet meer. Dus, maar de consequentie van dat privébezit is natuurlijk enorm geweest op alle sociale verhoudingen in welke samenleving dan ook. Ja. Kun je nog kort iets zeggen over de verhouding tussen man en vrouwen in die jagers- en verzamelaarswereld en de vergelijking daarmee met die landbouwwereld en hoe dat in die Bijbel ook terugkeert? Ik weet dat je volgende boek hierover gaat, maar dat, misschien dat toch is ook wel het even. Volgende boek, maar het is heel spannend inderdaad, want man en vrouw schiep hij ze of zoiets dergelijks staat er in het begin. Maar op het moment dat ze eruit gedonderd worden uit het paradijs, is dus jouw verlangen gaat naar je man en de man heerst over jou enzovoort. Dan zie je ook precies weer wat er historisch gebeurd is van de gelijke verhoudingen. Omdat ze enorme complementariteit hadden en een afhankelijkheid van elkaar. Want globaal is het zo, de mannen zorgden voor het vlees en de honing en de vrouwen voor al het andere. En ze hadden allebei nodig. En zeker waar vlees en zo relatief minder belangrijk was, waren die vrouwen dus veel onafhankelijker, naar een landbouwsituatie met, want zodra je dan privébezit hebt, is de man de eigenaar, de mannelijke lijn de eigenaar. Die mannelijke lijnen die zijn ontstaan omdat ze hun bezit moesten verdedigen en dat was altijd mannenzaak, is het tot zeer voor kort gebleven. Maar dat doen ze met hun verwanten, dus krijg je die clans en dan worden vrouwen in- en uitgehuwelijkd
En die vrouwen worden handelswaar. En daar leven we nog steeds mee. Dat hele patriarchaat is toen ontstaan met die privébezit van de al voortgeschreden landbouw. Dus een aantal duizenden jaren nadat men begonnen was zich op vaste plaatsen te gaan wonen. Ja, dus die jagers- en verzamelaarscultuur was eigenlijk vrouwvriendelijker. Absoluut, absoluut. En het is nog steeds zo, en dat zien we ook. Dus alle bronnen die we hebben wijzen in die richting. Ja. Nou, zie je de Bijbel als een soort dagboek of kroniek van die overgang van die revolutie. Maar die Bijbel is toch best veel later geschreven. Hè? Ik dacht nog, kun je daar nog eens op reflecteren? Dus de Bijbel is ongeveer 1000 voor Christus ontstaan? Ja, maar... Over een langere periode door meerdere schrijvers geschreven? Hè? Ten tweede, het gaat ook terug. Denk maar in Enuma Elish en Gilgamesh en al die andere verhalen die al bekend waren, die rondzongen in dat gebied, die zijn een paar duizend jaar ouder. Ja. En zoals gezegd, het ging pas echt goed mis rond 3.000-4.000 voor Christus. Toen de intensieve landbouw begon. En bijvoorbeeld Mesopotamië, de eerste rijken daar, de eerste staten noemen we dat, zijn rond 3.000 voor Christus. Dan is het gat dus al veel, veel kleiner. En zoals gezegd, ze werden nog in de randgebieden waren er veel jagerverzamelaars. En jagerverzamelaars hebben waarschijnlijk in die randgebieden altijd geprobeerd die landbouwers te overvallen. Want ja, daar liggen voorraden, die kan je zelf bedienen. Dus dat is nog maar werk. Ja. En het gat is niet zo groot als men denkt. Plus, daar komt er nog bij, dat waren natuurlijk allemaal voorschriftelijke culturen. Waarin de orale tradities veel en veel beter en sterker ontwikkeld waren. Zoals je weet waren er mensen die de Odyssee uit hun hoofd kenden vroeger. Nou, dat zou je nou niet meer verwachten. Nee. Oké, verhelderend. Want daar zat ik even mee in dat tijdschema. Hè? Omdat die jagers en verzamelaars al de geschiedenisboeken uit waren. Maar eigenlijk die intensivering van die landbouw, die vindt dan pas plaats net voordat de Bijbel langzaam geschreven wordt. Dus dan snap ik die verhouding beter. Ik wilde naar het volgende boek. Als jij het leuk vindt tenminste, naar Mozes en hoe jullie dat interpreteren. Omdat het een belangrijke stap is in zowel het godsbeeld als in de manier waarop moraal geïnterpreteerd wordt. Ja. Ja, heel spannend, hè? Want ze hebben dus als het ware, we noemen Genesis de catalogus van catastrofen. Het ene ding na het andere wat allemaal niet past, wat slecht is, wat helemaal verkeerd loopt. En dan komen die volgende vier boeken waarin de oplossingen gepresenteerd worden, ontwikkeld worden, op een ongelooflijk, zeg maar, proto-wetenschappelijke manier. Want ze hadden natuurlijk echt de wetenschap van de laatste 300-400 jaar hadden ze niet. Dus wat was hun model? Een model met bovenmenselijke, bovennatuurlijke krachten. Maar het unieke aan dat model was dat het maar één God was. En als je één God hebt die voor alles verantwoordelijk is, dan moet je in principe kunnen bepalen wat je goed en fout gedaan hebt. Als je een heleboel goden hebt, dan weet je nooit van, oh God, heb ik... God 3 heb ik beledigd en God 15 die helpt me een beetje, maar enzovoort. Maar met één God moet het glashelder zijn eigenlijk. En daarom, zo was hun model. En daarom hebben ze daar enorm hard aan gewerkt om al die regels te bedenken. En iemand heeft geteld, dat waren de 613. Als je die regels allemaal aanhoudt, dan is het perfect. Dan is het leven geweldig, dan word je nooit bestraft. Maar als je het fout doet, word je bestraft. En dus je ziet dat het een hele andere God is dan die we nu kennen. Het is weliswaar die ene God. Nu hebben we niet meer één God, want nu hebben we ook Jezus, Maria, de duivel, duizenden engelen en heiligen en weet ik veel wat. Daar komen we misschien nog op. Maar het is een hele strenge God. Hij vergeldt, hij bestraft, maar dat doet hij op een hele morele manier, want hij bestraft uitsluitend overtredingen. En tenminste, dat was het systeem zoals ze dat ontwikkeld hadden. En waarvan ze dachten van, nou, zo moet het kloppen. En als we ons daar allemaal aan houden, dan is onze wereld perfect. En dat is dus anders dan de godservaring in de beginboeken van het Oude Testament? Nee, dat is precies die ervaring. Want daarna krijg je hele andere dingen. Hè? Als je verder kijkt in de Bijbel. Bijvoorbeeld... Een van de dingen die in de Torah, de eerste vijf boeken,
Wat doe je met zieken? Nou, dat hebben we nou met corona goed beleefd. Zieken moeten in quarantaine. Ja. Maar ja, als het jouw kind is, dan is dat heel moeilijk om dat kind daar in een of ander hokje ver weg, weg te sperren. En één keer per dag misschien een beetje water en eten te geven. En je mag het vooral niet troosten, je mag vooral niet aanraken, enzovoort, enzovoort. Dus wat is er gebeurd in het Oude Testament in het begin? Is dat nog heel streng? Geleidelijk aan wordt God een beetje liever. Dat hele godsbeeld begint te veranderen. En bij de tijd dat we in het Nieuwe Testament komen, is het juist Gods werk om zieken te verzorgen. Dan zie je dat is een enorme verandering in opvattingen over wat die ene God dan voor persoon, want dat was hij, is. En hij wordt natuurlijk ook steeds abstracter. Ja, maar ook menselijker. Maar hier is die, in het boek Mozes wordt hij eerst abstracter. Jullie zeggen ook wel de menselijke kant van God wordt ingewisseld voor de wettelijke kant. Hè? Dus de wet komt in plaats van de macht. Totaal. En kijk, als je een beetje nog voor die tijd kijkt, dan weten we dat Yahweh, dat was een oorlogs- en een weergod. En die had je standbeelden. En men dacht vroeger, in die standbeelden, daar woonde die God. He, dat was, en in het paradijs loopt hij nog rond en zoekt hij Adam en Eva. Niet? Is hij nog een soort, een God zoals alle andere goden. Daarna wordt hij dan heel abstract. En daarna blijft hij ook abstract, hoewel je hem op een gegeven moment weer mag afbeelden. Tegen de tijd dat we in het christendom komen bijvoorbeeld. En dan wordt hij ook heel lief en vriendelijk. En dan hebben we ander personeel voor de boze dingen, voor de gemene dingen. We hebben de duivels en zo. Dus daar is een hele culturele evolutie gaande van één God onder velen. Die gewoon een normale God was, in zijn standbeeld woont, die je moet offeren en een beetje eten moet geven en zo. Tot die enige oppermachtige, strenge, abstracte God van de Torah. Naar de lieve papa-figuur die het daarna geworden is. En hoe kun je nou die strenge figuur, die eigenlijk ook zich vooral nog uitdrukt in regels, hoe zou jij die dan weer interpreteren in het licht van jullie antropologie? Dus wat zegt dat over die landbouwrevolutie, dat er zo'n soort god ontstaat? Waarom ontstaat er zo'n soort god in die context van die landbouweconomie? Heel simpel en toch weer heel gecompliceerd, want het is maar op één plaats gebeurd, hè? Overal had je polytheïstische systemen met een stadsgod die met de koning samen iets deed en dat was na 2-3 generaties weer weg. Dan kan je dit allemaal niet doen. Het ging om die logica van die ene god. We hadden een enorme hoeveelheid problemen. Die ene god heeft ze veroorzaakt. Maar als we weten wat hem bevalt, kunnen we dat ook allemaal weer goed maken. Mm. En dat is dus de kern van de eerste 5 boeken van het Oude Testament. En daarna zie je dus een soort, je zou kunnen zeggen, confrontatie met hun ervaringen. Waarin men dat hele systeem, en men gaat een beetje schroeven hier en een beetje veranderen daar. Maar het fundament van die ene God wordt nooit opgegeven. Hoewel het verwaterd wordt natuurlijk aan het einde. En is het ook zo simpel dat het één God wordt omdat je op één plaats blijft? Of wat? Nee, want dan zou het overal gebeurd zijn. Ja. Dat is, daar moeten we speculeren, want we hebben als het ware geen vrijheidsgraden. Hè? Het is een beetje gebeurd hier en daar, maar nooit, heeft nooit beklijfd, zullen we maar zeggen. Ja. Het idee is dat wat blijkt bijvoorbeeld dat allerlei elementen ontleend zijn aan de vazallenbrieven die ze moesten schrijven of ondertekenen van de Assyriërs en zo. He, dus je moet zien, het waren 2 kleine landjes met dezelfde god. En die hadden enorm rijke, machtige buren die ze altijd weer onder druk zetten. En de koning of keizer van dat land moesten ze als onderdaan dienen. En daar moesten ze allemaal briefjes ondertekenen. En je kan eigenlijk zeggen dat hebben ze overgezet op hun religie. Ja, ja. Maar zoals gezegd, dat is natuurlijk, omdat het maar één keer gebeurd is, is dat natuurlijk speculatief. Ja, nee, het is sowieso een heel speculatief boek. Maar wel, het levert wel veel op, ook aan interpretatie. Dat zal ook wel duidelijk zijn inmiddels. We gaan door, wat mij betreft, naar misschien via de psalmen naar Jezus. Dus
Als je beleidende christenen spreekt, dan hoor je vaak dat psalmen een veel gelezen boek is. Hè? Dus dat is binnen het Oude Testament nog het boek waar mensen contact met hun geloof in maken. Hoe komt dat, volgens jou? Ja, volgens mij is dat een beetje omdat je zou kunnen zeggen, om Max Weber aan te halen, in de eerste vijf boeken wordt de wereld wordt onttoverd. Het is puur rationaal. En de mensen hebben nou eenmaal behoefte aan spiritualiteit. Die God in het Oude Testament, dat is een harde kerel. Die kan je niet troosten. Die zal niet eens, daar kan je dus niet eens lekker tegenaan gaan hangen en zo. En dat die behoefte bestaat. En dat is wat ik bedoel met dat, in Duits zeggen we nachbessern. Dat geleidelijk aan een beetje corrigeren, de harde kantjes eraf halen. En zo zie je dat in die psalmen, dat is allemaal veel later. Hè? Dat is honderden jaren later geschreven als dat eerste monumentale, wetenschappelijke werk. En dat is maar omdat het allemaal cumuleert, zie je zo heel mooi hoe zich dat verandert. En dan komt bij Jezus komt er weer een heel nieuw element daarbij natuurlijk. Ja, en hoe zou je dan die zachtere kant van de psalmen dan weer lezen in jouw antropologische schema? Zeg je dan van ja, dus de mens heeft in zijn eerste natuur, die veel beter tot zijn recht komt als natuur in de jagers- en verzamelaarsomgeving, die komt nu via de psalmen weer een beetje terug? Moet ik het zo interpreteren? Dus dat de mens eigenlijk weer opnieuw zich thuis kan voelen in zijn eerste natuur? Zo interpreteren wij het wel. Alle veranderingen in dat klassieke Joodse lijn, en als we dan de christelijke lijn nog een beetje doortrekken tot Paulus ongeveer, dan zien we dat het eigenlijk steeds een beetje is weer de eerste natuur erin terugbrengen. Ja, ja. Denk maar aan hoe je met kinderen omgaat. Denk maar dat God in het begin straft die alleen, en daarna wordt hij lief en aardig, en dan laat hij het straffen over aan de duivel. Er is een theologische oplossing om dat probleem van die kilte op te lossen, waardoor het beter bij ons past. Dat God alleen en voor alles verantwoordelijk is, dat past ook niet bij ons, want we zijn geboren animisten. Dat kan je bij kinderen ook heel mooi weer oproepen. Nou, weet je wat? Dan heb je toch allerlei personeel. De duivel die komt om de hoek kijken, nog in het Oude Testament. Enzovoorts. Dus je ziet al die dingen zijn aanpassingen aan het feit dat rationele bouwwerk dat gebouwd was, dat paste toch niet zo goed. Dat was derde natuur en ze probeerden daar steeds meer elementen in te brengen die pasten bij ons en dus tweede natuur. Ja. En hoe kijk jij nu naar het verhaal van Jezus en dan met name misschien die opmerkelijke uitspraken van hem. Hè? Dus bijvoorbeeld in het koninkrijk van mijn vader zullen de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste. Dat soort paradoxale uitspraken die hij voortdurend strooit. Hè? En waarmee hij ook de macht ondermijnt vaak. Hij neemt het toch regelmatig op voor de randfiguren en de losers. Wat de melaatsen of de hoeren of nou kan van alles zijn als absoluut. Het maar niet te belangrijk is. Hoe zou jij dat interpreteren? Ja, nou die eerste en laatste, dat, om daarmee te beginnen. Dat past een beetje in het beeld van dat monumentale bouwwerk. Dat bleek toch niet zo goed te passen. Maar in plaats van het weg te gooien, gaan we een beetje veranderen. En dan wordt God ondoorgrondelijk. In de eerste vijf boeken is hij perfect doorgrondelijk. Want hij is glashelder. Daarna wordt hij ondoorgrondelijk. Maar dat is dus even terzijde. Maar we zitten in die tijd dat allemaal al speelde. Maar zoals wij Jezus beschrijven, heeft hij perfect het jager-verzamelaar ethos herontdekt. En dat kan je in zoveel dingen zien. Een paar dingen heb je al vermeld. Bijvoorbeeld die gelijkheid van iedereen. En ook met die hoeren en de melaatsen en zo. Het willen verzoenen en het willen verzorgen van iedereen. Zeg maar de boel bij elkaar houden. Maar ook iedereen die een scheve schaats, denk aan de overspelige vrouw. Hè? Iedereen die scheve schaats heeft gereden, toch er weer bij halen. Als ze zich natuurlijk daarna maar weer netjes aan de regels houden. En zelfs hier en daar, kijk, wij zeggen van ik geloof niet in leiderschap. Hè? Noem me alsjeblieft geen baas en zo.
En dan gaat hij de voeten wassen van zijn volgelingen. Privébezit is er niet meer. Hè? Als je bij de Jezusbeweging wou, dan moest je je privébezit opgeven. En als dat niet gebeurde, dan stierf je ter plekke, viel je dan dood. Er zijn ook een paar voorbeelden van. Oh, ja. Dus alles delen, geen privébezit. Vrouwen, er waren een heleboel vrouwen in de Jezusbeweging. Per slotspreking waren de enigen die bij de kruisiging en de wederopstanding erbij waren, waren vrouwen. Ja. Enzovoorts, enzovoorts. Het is echt helemaal een herontdekking van wat bij ons goed past. En dat kun je dus zeggen, het jager-verzamelaar ethos of die eerste natuur. Ja, 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 ja. Jezus als een soort beweging van tribalisering in de Bijbel eigenlijk. Maar daarmee ook het dichterbij komen bij de menselijke natuur. Totaal. Daarover een generieke vraag, Karel. Je zegt een aantal keer in het boek, jij en Kai, de co-auteur, Kai Michel, hebben het een keer over meer de religieuze kant van de Bijbel. Hè? Dus dan zeggen jullie, ja, wij zijn agnost. Ik vond het wel interessant in het boek van hoe zou jij nou kijken naar religie zelf? Is dat alleen maar een cultureel, is dat alleen maar een systeem? Je noemde al even proto-wetenschappen, dus religie als een verklaringssysteem van de wereld, maar nog niet wetenschappelijk. Maar je zegt ook van, ja, de mens heeft ook een behoefte aan nabijheid en ook wel aan spiritualiteit, zei je net, als ik het goed begreep. Ja. Wat vind je van het idee, of kun je daar als je licht over laten schijnen, dat de mens religieus van nature is? Totaal. Als we dan naar de hele etnografie kijken, jager-verzamelaars geloven niet aan God. Die hebben geen grote goden. Die grote goden zijn met de landbouw ontstaan. En dat past allemaal in de hele idee hoe we denken. We zijn, ik zeg altijd, geboren animisten. We geloven dat de wereld bezield is. En dat is absoluut logisch. Want als je geen verstand hebt van fysica, en dat had niemand, en dat hebben de meesten nog steeds niet, voordat dat allemaal formeel ontwikkeld was, is het veel makkelijker om aan te nemen dat achter elke gebeurtenis een acteur zit en dat er dus geen gebeurtenissen zijn, maar handelingen. Nou, en dan is dus de hele wereld bezield. En zeg maar, de moderne wetenschap heeft dat onttoverd. Maar dat weten we nog niet als we geboren worden. Hè, dat moet ontwikkelen. Ja. En de meeste samenlevingen werkt dat nog steeds niet zo erg door. En bijvoorbeeld al die complottheorieën, die trekken daaruit hun inspiratie en zo. Dus uiteindelijk, als je dat religieus wil noemen, dat hangt van je definitie van religie af natuurlijk. Vele mensen zeggen, ja, maar dat is niet religie, dat is bijgeloof. Whatever. Maar als je ze als culturele evolutie benadert, nou, maar laten we eens een poging doen om een wat zwaardere definitie in te brengen en kijken hoe jij daar dan op reageert. Okay. Dus stel, religie is de manier waarop de mens zich verhoudt tot de oneindigheid, tot de wereld voorbij dit leven. Dus een actieve verhouding. Religie, religare, betekent ook relatie. Dus de relatie tot de hemel, laat ik maar zo zeggen. Is dat eigenlijk ook een menselijke behoefte? Ja, de hemel. Kijk, tot dat animisme is een van, het zijn dus twee hele belangrijke elementen. Dat is dus agency detection noemen we dat. Dus overal handelingen inzien. En het andere is dualisme. Het is volslagen intuïtief om aan te nemen dat we een lichaam en een geest hebben, of een ziel. En dat die ziel verder leeft als we dood zijn. Want ik heb in mijn droom ook nog regelmatig met mijn overleden vader gesproken, enzovoort. En als we een beetje helpen en dansen, enzovoort, dan is dat heel makkelijk. En er zijn mensen die het nog beter kunnen en die kunnen ons dan helpen, enzovoort. Dus kijk, alleen die mensen noemen dat niet bovennatuurlijk. Die vinden dat heel gewoon. Dat bovennatuurlijke, dat ontstaat pas als je in een ongelijke samenleving woont en er opeens die grote goden ontstaan die je moet offeren, want jegenverzamelaars offeren helemaal niet. Dat offeren, dat komt pas met de ongelijkheid in de samenleving. De religie weerspiegelt dan die samenleving. En je zou kunnen zeggen, op het moment dat er goden ontstaan, noemen veel mensen, ja, nou praten we over religie. Maar die definitie die je net hebt genoemd, daar past het hele fenomeen, het hele brede fenomeen eigenlijk goed onder. Mooie toelichting, Karel. Kun je nog iets vertellen over het boek Job, hoe jullie dat zien? Omdat Job heeft ook veel met ethiek te maken. En, namelijk, Job wordt alles ontnomen, terwijl hij eigenlijk een rechtvaardig man is.
En ja. Vervolgens krijgt hij dan ook weer allemaal cadeautjes terug van God, als het allemaal voorbij is. Dat is ook een ongeloofwaardige wending in het verhaal eigenlijk, die toch ook weer heel geloofwaardig is. Omdat die lijkt te passen bij de menselijke behoefte van, zullen we maar zeggen, wat jullie noemen tit voor tat. Hè? Dus hij offert veel op voor God. Hè? En vervolgens doet God dan ook wat terug. Kun je dat nog eens verhelderen hoe je dit ziet? Het verhaal van Job, ook omdat het zo'n raar boek is in de Bijbel. Hè? Omdat waarom zou God degene die zoveel van hem houdt, nou zo straffen? Dus zo'n raar boek. Het is een ik vind het zelfs een gemeen boek. He, waarom gaat God nou met de duivel daar? Om te beginnen is het eigenlijk de eerste plaats waar de duivel echt belangrijk optreedt. En volgens mij is dat hele boek laat zien, dat worstelen met dat nieuwe godsbeeld, dat aan het ontstaan is. Want Job is een hele brave en dan wordt hij bestraft. Ja, maar wacht even, in de Torah zou dat niet mogelijk geweest zijn. Want als Job alles goed, alles keurig doet, kan hij niet bestraft worden. Zelfs niet omdat hij heeft geen voorouders die fout gedaan hebben. Hij is gewoon in alle opzichten perfect. Hij mag eigenlijk niet bestraft worden. En toch wordt hij bestraft. Waarom? Ja, dat zien we toch dagelijks om ons heen. Dat die rijke stinkers, die komen daarmee weg. Dat is eigenlijk wat je bij Job ook al ziet. En op dat moment wordt God dus ondoorgrondelijk. En wat is nou de oplossing? Ja, hij heeft een pact met de duivel gesloten, enzovoort. En we zien dus eigenlijk het probleem dat later echt opgelost wordt. Van hoe ga je nou om met mensen die altijd braaf en goed zijn geweest? Nou, later, Daniel, worden de goeden beloond doordat ze naar de hemel gaan. Maar die bestond nog niet. Dus die moest nog zeg maar uitgevonden worden. Dus op dat moment zien we dus, zeg maar, zodra die Torah afgesloten is, zie je die hele culturele evolutie die probeert al die ongerijmdheden, die discrepanties weg te werken. En het boek Job is daar een hele, hele schrijnende uitdruk, expressie van dat worstelproces, zou je kunnen zeggen. Ja, mooie toelichting. Dank daarvoor. Meer algemene vraag over je boek. Hè? Die landbouwrevolutie die speelt wel een heel belangrijke rol in dit boek. Is dat nou helemaal terecht? Hè? Ik weet dat andere grote auteurs op het thema van geschiedschrijving, waar die oversnijdt met antropologie en evolutiebiologie, dat ook doen. Hè? Bijvoorbeeld Jared Diamond, die legt daar ook zoveel nadruk op. Jullie halen hem ook aan. Is er sindsdien niet ook, neem nou de afgelopen 500 jaar, hè? Al die revoluties zijn. Ja. Moeten we misschien een vierde natuur erop plakken en zeggen van, of hoe pas jij die ontwikkelingen in het schema? Ik weet natuurlijk dat de Bijbel uit de tijd van de landbouwevolutie komt, maar het lijkt erop alsof jij ook op verschillende plekken suggereert dat die landbouwrevolutie ook wel de grote ontwikkeling in de menselijke geschiedenis is geweest. Terwijl zitten we niet wat enorme omslagen verder? Of sta je echt op het standpunt van nee, dat moeten we ook echt relativeren. Die landbouwrevolutie was een veel grotere revolutie dan bijvoorbeeld de industriële. Ja, dat is zoiets van mijn auto is mooier dan jouw auto. Ik bedoel, de landbouwrevolutie heeft een proces in gang gezet. Daarvoor sukkelde het allemaal zo voor zich heen. Hè, en we zien wel degelijk een pijl, zeg ik altijd maar, een richting in wat er tijdens de afgelopen zeg maar 500.000, 2 miljoen jaar gebeurd is in de menselijke evolutie. Maar dat kabbelde zo voor zich heen. En met die landbouwrevolutie sprong het allemaal uit elkaar. En wat er daarna is gebeurd, zijn nog steeds de consequenties daarvan. En ik vind persoonlijk ook die laatste 500 jaar ontzettend spannend. Want dat is duidelijk een breuk. En ik heb er geprobeerd over na te denken. Dat is natuurlijk een heel gecompliceerd geheel. Maar het is eigenlijk weer het moment dat de hele religie niet meer alles domineert. Het is op het moment dat we weer een beetje rationeel werden. Die handel komt op. En ik denk ook de boekdrukkunst heeft daar ook een enorme rol gespeeld. Want mensen moeten nou zelf gaan nadenken en lezen. En dat is grappig. Als je de Bijbel, het Nieuwe Testament, leest en dan zien wat de kerk eruit gemaakt heeft, dan is dat bijna 180 graden. Hè? Dan is dat nogal verschillend.
Nou ja, dus, we zeiden al even van de psalmen en de verhalen uit het Nieuwe Testament worden veel gelezen. En het Oude Testament veel minder. Dus in die zin is het ook een afstoffen van een boek wat wel in die Bijbels van veel mensen zit, maar minder bestudeerd wordt. Hey, maar je komt nu eigenlijk grappig genoeg zelf op een thema waar ik ook naartoe wilde. Van de Bijbel, die wordt namelijk weliswaar in die tijd van de landbouwrevolutie geschreven. Of net daarna. Maar tegelijkertijd wordt hij juist pas vanaf de 16e en 17e eeuw heel erg intensief gelezen door veel mensen. Dus daar gaan nog even 1000 jaar overheen. Ja. Dus ergens heeft die Bijbel altijd wel, is altijd een borg geweest voor mensen die juist in die hele moderne, gerationaliseerde door handel bepaalde wereld leefden. Hoe komt dat dat een mens zich zo vertrouwd voelt in die Bijbel? Terwijl dat boek dus eigenlijk gaat over die revolutie die dan alweer ver achter ons ligt. Ja, wij zeggen dus, en zeker het Nieuwe Testament, omdat dat dus het herontdekken is van alle normen en waarden van het jager-verzamelaarsdom, onze eerste natuur, waarin wij ons veel meer thuis voelen. Hè, die enorme ongelijkheid, die enorme onrechtvaardigheid, om daar een beetje dat weer tot een menselijke norm terug te brengen, is dat zeer attractief als je leeft in een samenleving die erg ongelijk en onrechtvaardig is. Dus, en dan kan je zeggen, kijk eens, dat zegt mijn boek. En zo moeten we leven. Ja. Dat kan een enorme inspiratie zijn natuurlijk. Mooi. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat die Bijbel zegt van, ja, toen werd de zon aangehouden en die kon niet meer bewegen. En dan zegt dan komen de eerste wetenschappers en zeggen, maar dat kan toch niet kloppen. En, ja. Sorry. Zo ontwikkelt zich als het ware een nieuwe verhouding, een nieuwe rol van de religie die daarvoor heel anders was. Karel, mag ik even hoesten? Want... Ja, hoest jij even. Dan kan ik nog eens zeggen hoe interessant deze analyse is. Kun je misschien tot slot, want we zijn ook aan het eind van het gesprek gekomen, nog één voorbeeld geven van een verhaal uit de Bijbel waarvan je zegt, ja, maar daar komt de complexiteit van de menselijke natuur nou mooi in naar voren. Hè? Dus zowel de eerste natuur als dat samenspel van de tweede en derde natuur. Zowel die intuïtieve God of intuïtieve moraal als de rationalistische God. Ja, het is moeilijk om één verhaal te pikken. Job komt al aardig in de buurt. Maar wat je zou kunnen zeggen, het hele monotheïsme, dat is een rationaal construct. Dat is ontstaan door een stel geleerden, zeg maar. Daar komt nooit een normaal mens op. Want onze intuïtie gaat volslagen in de andere richting. Alles is bezield, overal zijn onzichtbare acteuren enzovoort. Eerste natuur. Monotheïsten? Monotheïsme, derde natuur. Misschien is dat ook de verklaring waarom het maar één keer ontstaan is. Hè? En echt een beetje beklijft heeft. En dan al die correcties, dat wordt dan in richting tweede natuur. Dus je ziet eigenlijk die conflicten tussen cultureel ontstane producten die heel erg abstract zijn, heel erg intellectueel zijn, heel erg rationeel zijn en waar we eigenlijk maar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Ik ken geen één gelovige die niet zo nu dan twijfelt aan het monotheïstische model. Ja, kun je ook zeggen dat misschien het monotheïstische model aan de ratio gekoppeld is, dus die derde natuur? Is het misschien is dat de oplossing? Dus dat ook iets zegt over de menselijke behoeftes. Hè? Maar dat de diepere instincten, die zijn meer polytheïstisch aangelegd. Absoluut. Ja, of zelfs nog breder dan polytheïstisch. Totaal. Animistisch, ja. Ja. Karel van Schaik, dank dat je hier in de studio was. Ik hoop dat we elkaar na de zomer nog een keer zien over je nieuwe boek. Dat gaat over Eva. Kun je in twee zinnen samenvatten hoe je de vrouw in dat boek analyseert vanuit gedrags- en evolutie-biologisch perspectief? Ja, in feite borduren we op hetzelfde thema voort. Hè? Maar dan nu helemaal focusserend op de verhoudingen tussen de geslachten. Waarin we laten zien, op basis van die analyses en ook een heleboel etnografie en zo, dat het patriarchaat waarin we tot zeer voor kort geleefd hebben eigenlijk een historische anomalie is. En dat die anomalie is ontstaan doordat we alleen uit die tijd onze schriftelijke bronnen hebben. Maar dat er daarvoor en ook op andere plaatsen waar geen schriftelijke bronnen waren tot voor kort, mensen, mannen en vrouwen in veel meer gelijkheid geleefd hebben. En dat dus die,
het appel van ja, maar dat is toch biologie, dat is de natuur en is onvermijdelijk en dat moet je maar accepteren, dat dat argument absoluut geen hout snijdt. En dat er dus geen enkele reden is om onze samenleving niet een beetje meer gelijk te maken. En nou, we gaan het dus hebben over de gelijkheid of misschien wel ongelijkheid, inderdaad, zoals jij het toch lijkt te veronderstellen, tussen man en vrouw in de moderne wereld en hoe dat een aberratie is. Maar dat is je volgende boek. Het was heel leuk om over het oerboek te praten en ik wil je bedanken voor je aanwezigheid hier, hoewel jij volgens mij aan de Universiteit van Zürich zit nu. En ja, ja. We groeten je. Dankjewel en tot de volgende keer. Joep! Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.